cannabis, denkt u dat hij daar ooit mee op zal houden? Nou, hier, zo, alsjeblieft, ben opgehouden. Dat mag niet van mevrouw. U mag niet ophouden? Nee, zeg even gewoon niet mee. Simon mag daar niet mee ophouden, omdat hem grenzeloos creatief houdt en bevlogen en geïnteresseerd. En het is voor hem gewoon een medicijn waarop hij supergoed functioneert. En zou hij het niet gebruiken, dan... Dan is er een andere Simon in ieder geval. Een stuk somberder Simon. Wat heeft u met spinvis? Nou, een goede verstandhouding. Zowel als we samen kunnen lachen en huilen over dingen praten, als op het toneel. Ook op een prachtige manier ontstaan is. Door het zogeheten toeval. Wat altijd toeslaat als je het nodig hebt. Wat altijd op je weg komt met een kleine knipoog van hé, ik ben er ook nog. Wat ik heb gemerkt is nu een paar jaar met Simon werk. Is dat hij nooit oordeelt. Nooit veroordeelt. Hij heeft hij is niet kritisch. Weet je wel, hij is... En dat stadium hoop ik wel te bereiken, ja, op een dag. Dat ik niet altijd weer mijn mening klaar heb en niet altijd weer mijn zegje moet doen. Want dat je niet altijd mensen pijn doet. Hè, doe je dat zoveel dan? Nee, maar dat doet iedereen. Hè? Doordat je alles maar vindt. Daar heeft hij zich op een gegeven moment uit kunnen worstelen. En dat vind ik wel een heel iets moois als je 80 bent. En dat te kunnen, ja. 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 Ik leef aan de hand van wat ik nog steeds doe. Het is een leuk beroep. Het blijft tot aan je dood doorgaan. Kees Wens heeft het laatst geschreven. Adriaan Jechie het laatste. Oké, ook noemen al die mensen die het leuk vinden wat ze doen. En daarbij nog de kosten dienen. Dat is natuurlijk het ideaal van iedereen om... leuk, dat doe ik al jaren voor mijn plezier, de dingen doen die ik doe. En aangezien dat we het enige aanstekelijkheid doen en het ook nog entertainment is en onderhoudend en educatief, nou, word ik vaak gevraagd. Wat hij doet, het kan alleen maar door zijn lichaamstaal, door zijn stem. En dat is al lang geen taal meer, dat is klank. Dus dan heb je het over muziek. En dat herken je natuurlijk als muzikant, als componist meteen. Het was ontzettend leuk om te doen en ik heb geprobeerd om alle periodes uit zijn leven, dus de 50 jaren jazz en de punk en de natuurlijk de 60s en de hele psychedelische elektronica en de, alles wat er in de vorige eeuw aan popmuziek is gebeurd, heeft hij meegemaakt. Is dat ook een soort van ode? Ja, tuurlijk. En mijn uitgangspunt was om, als over 300 jaar iemand deze plaat nog eens hoort, dat hij dan toch een idee heeft van wat voor iemand Simon Vinkoog was. En dat is niet in biografische zin of wat dan ook, maar dat je toch het gevoel hebt wat een rijke en veelkleurig iemand dat dan was, weet je wel. Heeft u misschien nog een laatste boodschap voor mensen die u nu ziet? Keep on moving on, don't mean a thing if it ain't got that swing. En uit een oud gedicht van Remco Kampert. De wereld zwingt als de pest en de rest is gemompel van bedelaars. De wereld zwingt als de pest en de rest gemompel van bedelaars. Dat is een hele goede slogan om weer verder te gaan.